Ik ben erg benieuwd naar wat je daarover te zeggen hebt. Ja, zeer zeker. In deze plaats ben ik natuurlijk zeer vereerd dat ik een boek krijg over de periode die ook voor mij toch wel heel veel herinneringen heeft nog. En ja, om even te beginnen, voor mensen die het nog helemaal niet, ik zit al te kijken of hier spionnen zijn. Ik probeer een vet over te geven. Dat is nog niet gelukt. Dus, ook mensen die ik probeer te herkennen nog uit de periode dat ik... met die mensen werken, maar dat zal misschien denk ik aan de leeftijd liggen dat ik de mensen gelukkig niet meer herken. Maar ik ben in 67 eigenlijk na Provo begonnen met infiltratiewerk en het kwam voort uit het feit dat de Amsterdamse politie waar ik werkzaam was, dus ik kwam net van de school vandaan, niets wist wat er in Amsterdam gebeurde. Daarom is het, moet je het ook gescheiden zien van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ben zij toen nog wel. Jij wist zelf niet dat jouw rapporten naar de Binnenlandse Veiligheid... Nee, dat komt nog. Dat jij dat net werd. Het was dat je dan begint en dat men zegt... En er is nu een boek over geschreven. De boek heet De Groep IJzerman. En op een gegeven moment wordt er gezegd... Jongens, we waren eerst met z'n 12. En op een zondagmorgen op de Speakers Corner... Dus we waren net 3 dagen bezig. Of nee, we waren nog een week bezig en... Toen werden we meteen aangewezen van dat is een politieagent, dat is een politieagent. En die konden gelijk vertrekken. Toen bleven er 4 over, waaronder ik. En toen was de bedoeling dat wij voor een periode van 3 maanden gingen infiltreren in de groepen die in Amsterdam waren. En dan alleen zouden zeggen van, nou dat zijn ze verplaatst, dit zijn ze verplaatst en dat. Nou dat ging heel erg goed, want na een week lukte dat al niet meer. En toen werd er gezegd, ga er maar helemaal uit en ga maar continu in die groeperingen zitten. Nou, ben ik gaan doen en het heeft een tijd van bijna 5 jaar geduurd. En nou ja, dan kom je in aanraking met allerlei mensen die bezig zijn. En in het begin maakte je een rapport op en dan schreef je van, we gaan, kon niet schelen wat, maar in ieder geval de acties die toen men op straat deed, die schreef je op. Dat mocht ook niet meer. Toen zeiden we van, nou weet je wat, bel nou maar gewoon. Hier heb je een telefoonnummer en als je dan belt, krijg je wel iemand, vertel me wat er gaat gebeuren. Dat ben je gaan doen. Wat er dus gebeurd is met wat ik doorgegeven heb, ik weet het. Ik hoop dat ik het hierin leg. Okay. Goed, wij, Wim en ik, treden vanavond op in het programma Nieuwsuur. Dus dan kunnen jullie het vervolg worden. Nu geef ik het woord aan Reindert Venema. Dankjewel.